183 politieambtenaren zijn vandaag bevorderd in een naast hogere rang. Het ging hierbij onder andere om een commissaris van politie, inspecteurs en onderinspecteurs. De bevordering vond in een feestelijke sfeer plaats in de politieacademie. Diverse toppers, onder wie procureur-generaal Roy Bajnat Pandey en waarnemend korpschef Antonio Chin, hebben de pasbevorderden toegesproken. De bevorderingen zijn voor een groot deel van de groep geen reguliere promotie. Zij waren eerder aangehouden omdat de kandidaten niet aan alle vereisten voldeden, zoals de sporttest en het rijbewijs als benoembaarheidsvereiste. Hierin is verandering gekomen nadat de bond heeft geprotesteerd tegen het voor hun onrechtmatig besluit. Procureur-generaal Bajnat Pandey legde in zijn toespraak de nadruk op de belangrijke verantwoordelijkheid die op de politie rust. Hoewel de PG beseft dat agenten een moeilijke taak hebben, drukte hij de pasbevorderden op het hart het juiste pad te blijven bewandelen in hun werk. Het is natuurlijk niet makkelijk om te functioneren binnen een samenleving waarbij moraal en fatsoen schijnen een trend te zetten dat gelijke voet houdt met de devaluatie van onze munteenheid. Maar desalniettemin zult u stevige wortels moeten slaan in de samenleving. Want pas wanneer u stevige wortels slaat in de samenleving, door arbeid te verrichten en mee te helpen, cachet te geven aan het korps, zult u op de dag waarop u afzwaait zich realiseren dat de door u geslagen wortels in de aarde u kracht geven om na afzwaaien van het korps te zeggen: ik ben niet blijven zweven in mijn functie. Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond SPB, is vandaag ook bevorderd. Volgens hem wordt de rechtspositie van de benadeelde politieambtenaren door deze bevordering hersteld. Hoera stemming, zou ik niet willen zeggen. Ik ben wel blij natuurlijk dat ik deze bevordering alvast heb gehad. Natuurlijk voor de leden van de Surinaamse Politiebond ben ik wel blij dat in elk geval de achterstand, of althans de rechtspositie waarin zij waren benadeeld, dat het pad is ingezet om die rechtspositie te herstellen. En dat in elk geval zal worden geprobeerd om misschien eind van dit jaar of begin van het komend jaar weer die achterstand helemaal te hebben ingehaald. Tot zover Revelino Eijk, woordvoerder van de Politiebond. Hij is vandaag, evenals 182 andere politieambtenaren, bevorderd in een naast hogere rang. De bevorderingsplechtigheid is gehouden in de Politieacademie.